Voor ons is het de eerste keer dat we hier op de beurs zijn. Eigenlijk lijkt het toch een hele goede zet te zijn. We hebben ook de keycard gesponsord, we hebben de koffie gesponsord. En bent u tevreden van de beurs tot nu toe? Absoluut. Gisteren was een perfecte dag. We hadden eigenlijk helemaal geen voorstelling. Maar goed, dit is echt een succes. Absoluut een succes. Wij proberen hier vooral bedrijven warm te maken om te starten met 3D-printen. Op vandaag is starten met 3D-printen in feite heel laagdrempelig. 3D-printen op zich is maar een tool. De innovatie zit hem in de manier waarop je het kan inschakelen in R&D in een bedrijf, maar ook soms in een productie in een bedrijf. Wij komen hier eigenlijk vooral om onze klanten terug te zien. Hè. Na 2 jaar hebben we die klanten wel wat gemist. Het was ook wel cruciaal voor ons dat het in een gezonde omgeving kon, zonder mondmaskers en zonder afstand. Ik ga niet zeggen dat we hier niet zitten om nieuwe klanten aan te trekken, maar we zijn hier vooral om onze bestaande klanten nog eens te zien en vinger aan de pols te houden bij hun. Dus het is een zeer aangename beurs weer hier in Advanced Engineering. Ja. Wij zijn een fabrikant van passieve elektronica componenten en voor ons is het belangrijk om een goed contact te hebben met onze klanten, voornamelijk ontwerpers van elektronica systemen. Innovatie hebben wij in een aantal nieuwe producten, bijvoorbeeld dat we nu ook met sensoren aankomen, dus mensgebaseerde sensoren voor het bijhouden van temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en dat soort zaken. Wij mikken daarmee natuurlijk ook naar IoT-systemen. IoT is natuurlijk een innovatieve markt, dus het feit dat je daar sensoren voor hebt, is iets nieuws op de markt. We komen op deze stand een aantal producten tonen dat we volledig ontwikkeld hebben, zoals daar een armrest voor tractoren en een pedalset voor simulatie thuis. En ook een battery pack voor treinen te starten die we ontwikkeld hebben met onze klanten.